Plotseling is niets meer wat het was. Alles gaat in één klap stil. De straten leeg, wij levend achter glas. Ik ben verbijsterd door het grote verschil met zo'n korte tijd geleden, toen we alles nog gewoon deden. Als een tsunami, het virus zo sterk. Er is geen houden meer aan. In shock zie ik mijn levenswerk in hoge golven ten onder gaan. En niemand kan voorspellen hoe lang ik nog geld heb om te tellen. En hoe moet dat nou? Waar gaan we heen? Wie hoort mijn stem? Ik ben zo alleen, geïsoleerd, gedesinfecteerd. Maar bovenal ontzettend gefrustreerd. Door angst verteerd, gedesillusioneerd. Alles gaat verkeerd. Hoeveel slapeloze nachten zullen er nog zijn? Wat staat ons nog te wachten? Krijgt het virus ons of krijgen wij het virus klein? Ik zou zo graag bij jou willen schuilen, maar ik mag je niet zien, dus ik kan alleen maar huilen. En blokkeert, choqueert. Ik heb nog niet geaccepteerd dat de tijd niet is gekeerd. Hebben we dan helemaal niks geleerd? Hoe moet dat nu? Gaan we heen? Wie hoort mij?